Nou, de achtergrond is het geroezemoes van mensen die lekker eten van een streekproductenlunch. En vandaag zijn 10 streekproducenten gecertificeerd, althans hun product. En dat wil zeggen kazen, hammen, worst, wijn, bier. 10 producenten bij elkaar en dat is uniek voor Twente. Wij zijn een landelijke keurmerkorganisatie en die zijn eigenlijk een beetje nieuws nu. Want de autoriteit Consumentenmarkt heeft gezegd dat consumenten het streekproduct eigenlijk niet meer vertrouwen. Maar wij zijn een landelijke keurmerkorganisatie die producenten toetst op hun streekeigenheid. Dus het product moet uit de streek komen, verbouwd in de streek, bereid in de streek, verwerkt in de streek. En het liefst ook afgezet in de streek. Want zou je en een mooi product inleven en de omgeving hou je mooi. Omdat je ook gewoon daar teelt en verbouwt en dat de beesten eventueel daar lopen. Ja, zeker Twente heeft zoveel moois en de gemeente Almelo heeft gezegd, daar doen we graag aan mee. We hebben de stadslandbouwagenda ondertekend. Dat is een landelijk initiatief vanuit gemeentes om te zorgen dat de streek ook mooi blijft en vitaal. Dus niet alleen maar monocultuur aanplanten, maar ook weer vlas bijvoorbeeld, gerst, spelt. Dat is ook bijzondere graansoorten. Dat is een project dat ondersteunen wij ook. Dat heet Aquaponics. Daar wordt samen met het AOC wordt er samengewerkt voor de voedselbank. Om sla te telen in een bassin waar vissen zwemmen. En dan kun je en de vissen eten en de sla eten. Het werkt dubbelop. Het is een soort gesloten kringloop. De vissen eten. De planten worden gevoed door de uitwerpers van de vissen. Dus eigenlijk een gesloten cultuur. Nou, is niet echt een streekproduct, maar wel een mooi initiatief wat ook in Almelo ontstaan is. Nou, één afnemer, vervente afnemer is de chef-kok. René van het Theaterhotel Almelo en Dok 19 onder andere. Soleren. En die neemt al heel veel streekproducten af. En die is ook gewoon een fanatieke ambassadeur, een voorvechter, een pleitbezorger voor het gebruik van streekproducten. En dat het kan, blijkt wel, want het is een florerend restaurant. Dus daar zijn we ook heel erg blij mee. Ja, distributie is altijd een punt bij kleinschalige productie. Dus je moet altijd wel een bepaald volume hebben om kostendekkend of winstgevend je producten kunnen verkopen. Dus hoe meer mensen het afnemen, des te beter die productie kan zijn. Ja, we kopen natuurlijk gewoon nog steeds de kiloknaller en de plofkip. Dat doen we ook. Steeds minder. Maar we kopen ook steeds meer leuke dingen om in het weekend te koken. En daar juist zijn die streekproducten daar gewoon een heel erg mooi juweeltje voor in de keuken. Dus je hebt smaken, je weet waar het vandaan komt. En dat maakt het veel mooier. Ja, kwaliteit verveelt nooit. Dus als je eenmaal een boerenkaas geproefd hebt, die eigenlijk net zo duur is als de kaas uit de supermarkt, dan ga je nooit naar de supermarkt.